Welkom bij deel 2 over strips maken. Er wacht een mooi wit vel en dat witte vel gaan we vandaag mee oefenen. Vorige keer heb je namelijk al een stripfiguur verzonnen. Dit was een van de fantasiefiguren die ik had. En dat fantasiefiguur ging ik proberen om er een stripfiguur van te maken. Zover waren we gekomen. Ik heb van jullie al een aantal hele leuke stripfiguren gezien. Dus dat komt helemaal goed. Maar we zijn er nog niet, want het is nu een stripfiguur. Maar we willen natuurlijk uiteindelijk een echte strip gaan maken. Of een echte cartoon gaan maken. Met dat stripfiguur wat je hebt. Daarvoor gaan we eerst een andere oefening doen. Een nieuwe oefening. Dat is de oefening voor deze week. Ik wil dat je het stripfiguur wat je hebt gaat tekenen met een heleboel verschillende emoties. Hoe kan je dit stripfiguur nou zo tekenen dat hij blij is of verdrietig of bang of boos of iets heel anders? Er is één trucje voor om dat, denk ik, op een makkelijke manier te kijken hoe dat ook weer moet. Kijk maar eens bij je WhatsApp op je telefoon. Of kijk maar eens bij de berichten op je iPad, op je computer. En daar kan je emoticons toevoegen. Rondjes. En op die rondjes kan je dan toevoegen wat je van iets vindt. Nou, je ziet al, ik ben al een beetje begonnen, dat je op die manier eigenlijk heel snel al emoties kunt laten zien. Dus eigenlijk heb je al op je telefoon een heleboel voorbeelden van hoe dat dan ongeveer moet. En waar moet je nou op letten als je dat doet? Kijk, dit zijn natuurlijk hele simpele vormen. En het gaat eigenlijk vooral over hoe staat de wenkbrauwen en hoe staat de mond. Als die zo staat met de mondhoek omhoog, ben je over het algemeen vrolijker dan wanneer je je mondhoeken laat hangen. Hetzelfde geldt voor je. Je wenkbrauwen staan ze een beetje omhoog, dan ben je over het algemeen vrolijker dan wanneer je ze naar beneden doet. Kijk, deze is eigenlijk gelijk al heel boos. Zo, en zeker als hij zijn mond nog laat hangen. Dus dit ga je eigenlijk proberen, maar dan met je eigen stripfiguur. Nou, was dit een klein voorbeeldje wat ik hier getekend heb. Ik ga eens even een echt stripboek erbij pakken. Die had ik er vorige keer ook bij gepakt. Dat was van de beroemde Bergse striptekenaar Wouter Goudswaard. En dit is zijn laatste boek. Die hadden we de vorige keer ook al. Even ter promotie. Ridiculant van Wouter Goudswaard. En waarom pak ik dat er nou bij? Nou, ten eerste omdat ik vind dat jullie dat boek allemaal gaan kopen. Omdat het een leuk boek is. Maar ook om te laten zien hoe dat dan werkt met emoties laten zien. Kijk. We hadden het over fantasiedieren en Ridiculant zit vol met fantasiedieren. Ik zie hier een draak en die draak is aan het slapen. Hoe zie ik nou dat die draak slaapt? Heel simpel, er staat zzzz boven. En om het nog duidelijker te maken, er staat snurk bij. Bovendien heeft hij, als hij scherp stelt tenminste, yep, zijn ogen dicht en hij ademt heel licht zo. Een beetje zijn tongetje steekt eruit. Hij is helemaal relaxed. Maar wat nou als die draak wakker wordt en heel boos wordt? Nou kijk, dan hier is hij twijfelt, hier is hij boos. Kijk, dan staat er niet meer zzz en grrr en zo. Dan staat er dan is die boos. Maar niet alleen dat, kijk eens naar de uitdrukking van die draak. Die draak, wat ik net al liet zien, hier zo, zijn wenkbrauwen, die zijn naar beneden gericht. Hij heeft er allemaal wolkjes bij, maar hij spuwt ook vuur. Hij heeft zijn mond wagenwijd open en er staan allemaal van die strepen hier zo. Allemaal om de emotie te benadrukken dat die draak een stuk minder blij is dan toen hij sliep. Kijk, hier zit er nog eentje. Hij spuwt nou echt vuur en aan heel zijn houding kan je ook zien. Nou, die draak is niet meer blij. De manier ook hoe dit geschreven is, met zo'n, niet met een wit tekstballonnetje, maar zo'n grote gele met punten. Dat is duidelijk, deze draak is net even iets minder blij dan net. Zou het er nog meer emoties hebben? We lopen even gauw door het boek.
steeds boos. Maar hier, kijk hier. Deze meneer, die schrikt zichzelf een hoedje. Hij heeft een hele houding. Maar ook de draak schrikt zichzelf een hoedje. Hoe zie ik dat nou? Dat zie ik vooral door zijn ogen. Kijk, de stand van zijn wenkbrauwen. Die staan een beetje omhoog. Hij heeft hele grote ogen. Zelfs een beetje de adertjes van zijn ogen zie je. En ook de houding van die draak, zo met die handjes, is echt heel erg. Help, help. Dus hier schrikt de draak. Dat is weer iets heel anders dan wanneer hij sliep of wanneer hij boos was. Eén bladzijde verder en dan zie je hem niet een boze draak of een. Hier schrikt hij nog. Maar hier is hij, nou ja, tamelijk wanhopig. Hoe zie ik dat? Nou, hij heeft zijn handen in zijn haar. Vrij letterlijk in dit geval. En zijn ogen staan nog net als dat hij schrikt, maar de tranen zitten erin, zijn erin gesprongen. Dus hij heeft het helemaal niet meer zo gezellig. En hier is hij de wanhoop echt ongeveer nabij, want hij laat alles hangen. Kijk, zijn vleugels hangen, zijn poten hangen helemaal naar beneden, zijn schouders hangen en hij huilt tranen met tuiten. Zie je, en om het te benadrukken, huilt hij ook echt in de tekst. Hier huilt hij nog een keertje, zo erg dat hij het niet meer aan kan zien. Hij heeft zijn handen voor zijn ogen geslagen en hij denkt, oh, het is allemaal vreselijk. Hier, dat doet emotie, dat doet hoe je dat allemaal bij elkaar kunt maken. Hier is hij dan weer wat vrolijker, kijk. Hier is hij lekker aan dansen. Heeft hij de driekwart maat weer gevonden, want daar gaat het uiteindelijk over. En zie je ook aan zijn houding, hè? Hij hangt, laat niet alles meer hangen. Zijn staart die gaat nu vrolijk omhoog. Hij heeft zijn snuit omhoog. Zijn wenkbrauwen staan anders. Zijn handen zijn wat relaxter. Hij komt zelfs een beetje los van de grond. Nou, zo zie je maar dat je met één figuur verschillende emoties aan kunt dragen. Dat je verschillende manieren kunt verzinnen om jouw stripfiguur emoties te geven. Nou, ik had dit stripfiguur. Die liet ik net al zien. En dit was het blaadje van net. Als ik dat blaadje omdraai, dan zie je dat ik ook heb geoefend ermee. Je ziet dat ik daar echt een oefenblad van gemaakt heb. Dit is dus niet een blad waarbij je alles al helemaal perfect uitgewerkt hebt. Ik heb hier geoefend, ik heb hier gekeken, wat kan ik nou doen? Ik heb vooral lekker zitten schetsen. Hier en daar heb ik al wat met een pen uitgewerkt. Hier en daar ook nog niet. Ik heb al met kleur gewerkt. Maar ik heb vooral gekeken en ook lekker door elkaar getekend van, hoe kan ik dat nou doen? Deze bijvoorbeeld. Nou, dit is mijn monster. Maar dan wel echt helemaal tevreden, zie je. Hij heeft zijn mondhoek omhoog. Zijn ogen zijn tot spleetjes gemaakt. En hij heeft zijn handen omhoog. En hij steekt, nou zie je net niet, maar hij maakt eigenlijk een soort dansje. Dus dit is een blij, tevreden fantasiefiguur. De volgende die ik maakte was deze. Nou, deze is duidelijk niet tevreden. Wat we net al bij de draak zagen, dat hij heel verdrietig was, dan laat je alles hangen. En waar deze zijn oren vier omhoog heeft, heeft hij ze hier nu naar beneden laten hangen. Zijn staart hangt naar beneden, zijn schouders hangen, zijn poten hangen, zelfs zijn snuit hangt naar beneden. En hij heeft nog steeds wel verknepen oogjes en zijn wenkbrauwen die staan niet heel erg gezellig. Maar vooral zijn mondhoeken, die staan naar beneden. Want alles hangt naar beneden. Om het dan nog wat duidelijker te maken, kan je natuurlijk altijd een traantje erbij tekenen. Werkt altijd, dan weet je zeker dat hij haalt. Tenzij het een zweetdruppel is, dan wordt het natuurlijk wat anders. Eén klein detail. Mijn figuur had helemaal geen wenkbrauwen. Kijk maar. Dus, ik heb hier een beetje vals gespeeld. Mag dat? Ja, ja, wel en nee. Maar je kan het natuurlijk ook anders oplossen. Kijk eens hier zo. Hier is die ineens heel erg boos. Alles straalt uit dat hij boos is. Want hier
staat alles recht overeind, maar niet alleen maar zomaar recht overeind. Alles staat zo met van die scherpe stekels, zelfs een haar hier in een grote scherpe bliksemschicht. En ze snuit, het straalt donder en bliksem uit. Heb ik hier nou de vorm van zijn wenkbrauw getekend? Nee, ik heb hier niet de vorm van de wenkbrauw getekend. Ik heb hier de vorm van de oog aangepast, waardoor die eigenlijk een beetje het effect van die wenkbrauwen heeft. En in zijn ogen heb ik dan weer bliksemschichtjes gemaakt, zodat hij extra boos werd. Deze heb ik ingekleurd, omdat je bij boos lekker met kleur kunt werken. Ik heb hem hier, terwijl hij eigenlijk origineel groen is, kijk, daar, heb ik hier met rood de weer lijnen ingezet. Want als je boos wordt, dan krijg je nog best wel een blozend gezicht eigenlijk, maar dan van de kwaadheid. Dan kan je rood aanhopen. En ook eromheen heb ik allemaal streepjes gezet. Dat zag je net ook al in het boek van Wouter. Ik heb er nog drie. Ik zal ze even bespreken en dan gaan jullie lekker zelf aan de slag. Hier heeft hij het heel erg koud. Kan je ook zien aan de kleur. Het groen is weg. Hij is helemaal blauw geworden. En zijn ogen zijn heel groot, want hij heeft het zo verschrikkelijk koud. En er hangen zelfs ijspegels aan zijn snor. En hij bibbert aan alle kanten van de kou. Hier is hij heel nieuwsgierig. Hier heeft hij één oor omhoog. En één heel groot oog en een kleiner oog. Waardoor hij eigenlijk laat zien, wacht eens eventjes. Ik luister eens heel goed mee wat daar gebeurt. En hier is die stapel verliefd. Kijk maar eens. Hij is zo verliefd, hij zweeft ervan. Dat kan je zien aan dat schaduwplekje hier. En aan heel zijn houding natuurlijk, want hij loopt helemaal omhoog. In tegenstelling tot die waar alles hing. Kijk eens, zijn staart loopt omhoog. Zo blij is hij. En hoe kan je nou zien dat hij echt heel erg verliefd is? Hij heeft natuurlijk geen ogen meer, maar hij heeft hartjes als ogen gekregen. Hij is zo verliefd dat hij ervan moet kwijnen. Nou, lekker beest hoor. Dit wil ik dus zien. Ik wil een oefenblad zien, of twee, of drie, of vier, hoeveel jij er wil maken, van hoe jij met jouw figuur emoties hebt laten zien. Je mag hem dus uitwerken, je mag hem ook op verschillende manieren uitwerken. Ik heb hier anders met lijnen gewerkt dan daar. Schetsen, tekenen, doe het lekker door elkaar en maak er iets moois van. Volgende les gaan we dan een echte cartoon, een echte strip maken. Succes!